Ja. Goedemorgen, jongens. Moes heeft een kat altijd voor de deur. Oh my god, cutie pie. Oh my god, hij is zo... Ja? Ja, ik zie het. Oh nee, dat is echt zielig. Ja. Mag ik gewoon daar? Ja. Kom, kom hierheen. Kom, kijk, kijk. Kom. Ik wil hem niet naar een dierenarts brengen. Kom. Waar? Kelder of zo. Ik ga stuk. Guys, we hebben echt heerlijk geslapen. We konden ook uitslapen, dus dat was echt vet. En we hebben gisteren een super grappige film gekeken op Netflix. By the way, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben gisteravond teruggekomen vanuit Dubai. Ik ben in Ali A. Bij mijn mannetje. En we gaan nu boodschappen doen voor Moes. Moes heeft een tijdelijk appartement van 3 maanden. En dit appartement is helemaal nieuw. Zoals jullie zien, ze zijn nog bezig hier met van alles nog. Er gaat ook een Adana of kebabzaak geopend worden. En wij gaan nu even boeten. Het is echt super lekker weer, man. Wauw. Ik had niet verwacht voor in begin februari. Maar wij gaan dus... wat gaan wij ook alweer doen, Moes? Huisspullen halen. Oh ja. Tuurlijk, ik was het even kwijt. We gaan even huisspulletjes halen voor Moestie. Zoals handdoeken en dat soort dingen. Want wij gaan hier ook vaak naartoe komen. En dan hier komt hij gewoon heel veel dingen te kort. Hoor je ook, ik moet echt binnen aan. Deze camera. Dus dat. Morning, morning. Goedemorgen, goedemorgen. Stad. We kunnen niet naar de stad. Hebben ze niet hier net als Coco, ja. Madame Coco en dat soort dingen? Vast wel. Maar je hebt hier geen mol. Nee, ik weet. Dat is wel jammer, hè? Zo ga je ook naar mijn club zitten. Ja? Dus ik ga dan hier lopen, zeg maar, als ik dat doe. We moeten nu hier rechts, links even kijken. Dit is de begin. Oh, hier, ja. Heb je allemaal huishoudelijke spullen? Ja. Maar ga maar even een rondje rijden. Even kijken wat ze hier nog hebben. Ja, winkel hebben we niet nodig. Maar wat wij ook moeten doen, is deze aanstaande, over 6 maanden, hè, moet deze auto terug, Moes. Ja, gewoon in de zomer. In de zomer moeten we deze auto naar Nederland rijden. Want Moes mocht maar 2 jaar de auto hier houden. Vanuit met Nederlands kentekenplaat. Dus we moeten in de zomer deze auto dus... verkopen en dan een nieuwe auto halen en dan kijken of we een nieuwe auto hier naartoe halen of niet vanuit Nederland, maar dan moet het op mijn naam, want dan mag niet meer op de naam van Moes als het goed is. En ja, dat boeit ook allemaal niet. En deze auto hadden we puur voor Turkije gekocht, dus we gaan hem dan ook in de zomer verkopen. Is dit echt het centrum? Hebben ze niet hier een plein of jij weet het ook niet, hè? Ik weet echt goed. Je hebt wel daar allemaal restaurantjes en zo om te eten. Ja. Ik ben echt benieuwd of er mensen in Ali A of uit Ali A komen. Alle chatten? Alle chatten. Ja, alle chatten is niet ver van hier. Weer gemist, mijn steen. Gisteren hebben Moes en ik weer heel veel met elkaar gesproken over wat we gaan doen als family zijnde. Wat voor beslissing gaan we nemen? Gaan we wel of niet uit elkaar wonen voor de kinderen? We hebben er allebei heel erg moeite mee. En we weten gewoon niet wat het beste is om te doen. Dus we shall see. We hebben nog wel wat tijd.
We gaan nu sowieso uit elkaar wonen. In de zin van, Moes woont dan nu hier. 2,5 uur van Banderma vandaan. In Aliaas, vlakbij Izmir. Voor de mensen die mijn vorige vlogs hebben gemist. Maar ik blijf met de kids en Hasna in Banderma. Omdat de kinderen daar natuurlijk op school zitten. Het is februari en we willen graag dat ze dit jaar gewoon hun schooljaar daar afmaken. En vanaf de zomer gaan we even kijken wat we gaan doen. Ga ik met de kids naar Dubai? Gaan we in Alia wonen? Gaan we in Izmir wonen? Ja, weten we niet. Vandaar dat Moes ook een tijdelijk huis heeft. En ik zei tegen Moes... Hier kan je lekker burger eten. Ja? Die Johannes burger. Oh, daarnaast zit ook een hele leuke tent. Koffietent. En ik zei tegen Moes van, nee Moes, we gaan gewoon hier wonen in Alia. Ik kan niet, ik kan het niet. Ik ben 2 weken naar Dubai geweest. I can't. Zegt hij opeens gisteren van, ja, maar Miek. Dat betekent wel dat we dan de kinderen weer van school moeten halen. Ik zei, ja, klopt. Dat is niet erg. Alleen, je hebt geen zekerheid. Ik bedoel, stel je voor in de zomer of in de winter, over een jaar, zeggen ze van, je moet weg of ik ga weg, ik maak een transfer of wat dan ook. Of ik ga naar een andere club die mij wilt. Ja. Snap je, dan zijn de kinderen net weer hier aan, hoe noem je dat? Weer aan gewend nieuwe vrienden geraakt. Gewend, nieuwe leraren, nieuwe omgeving, nieuwe school. En dan, dus het is gewoon heel lastig. We wisten gewoon dat deze tijd ooit zou komen. Als de kinderen gewoon op de leeftijd zijn waar ze nu zitten. Of de leeftijd hebben bereikt die ze nu hebben, zeg maar. We knew it. Ja, voor wat is dat? Geen idee. Dat is niet voor schoonmaak. Guys, we zijn lekker aan het lunchen. We hebben net een paar dingen voor Moes gehaald voor in het huis. Ontbijt slash lunch. Ik heb Nescafé met melk. Theetje, we hebben chocoladebroodje. Heb je deze geproefd? Abnormaal lekker. Nee, proef even. Dit is natuurlijk ook niet. Dus handdoeken gehaald, borden gehaald. Guys, ik heb de hele middag gewerkt. Moest eens gaan trainen. Ik ben omgekleed. Ik heb een spijkerjurk aan. Schoentjes. En deze blazer. Hi baby! Ja, psst. Guys, we zijn manten komen eten en die zijn zo lekker. Echt niet normaal. En we hebben ook ietsje kufte. Oké, guys, echt erg. Ik was gewoon mijn camera vergeten bij die mantenrestaurant. We zijn net naar de Mykonos gekomen. En iemand kwam net aan, aangerend. Even kijken, mag ik zien? Ja, toch? Ik ook in mijn Ja, maar je moet hem wel ergens tussen wikkelen. Slecht voor je huid. Maar in ieder geval, iemand kwam net aanrennen met deze camera van mij, met mijn nieuwe camera. Moest zeggen, wat nou als ze niet kwamen? Ja, dom. Echt super slecht. I know. Ja, ik kan gewoon die aan. Moes loopt een beetje mank, want hij heeft een hele erge trap gekregen. Hoort erbij. Hoort erbij. Weet je wat grappig is? Als hij zo van die hele erge trappen krijgt op zijn voeten of benen. En hij loopt mank en zo, heeft hij gewoon gezegd, ja, ja, nee, het doet niet pijn. Maar als ik één mee-eter wil uitdrukken. Van zijn gezicht, wajo, dan heeft hij niet zoveel pijn. Ja, dat is anders. Kijk. Bijna was je camera los. Echt, hè? God, guys, ik ben mijn straat ingereden. It's a long time ago. Ik heb nu 2,5 uur gereden vanuit Alia. And I am home. Home sweet home.
Even kijken waar mijn autosleutels zijn. Ik zie daar Tyra belopen. Even kijken. Backflip maken. Wat is dat? Backflip? Nee, je moet wel hier kijken. Praat maar. Ik ga met mijn broer een backflip maken en in een trampoline. Goed zo. En zeg maar, mijn moeder is vandaag thuis gekomen. Mijn moeder is vandaag thuis gekomen. Dit is mijn moeder, zeg je dan? Dit is mijn moeder. Hallo allemaal, ik ben de moeder van Zeen. Hi Zeen en Arda. Hoi. Dit is jullie eerste vlog. Arda, hier, nu mag jij het even take-over doen. In beeld, dat is niet mooi. Zo, ja, vertel maar. Jij mag nu lekker lopen en vertellen. Doe maar, vlog. Ik ga weg. Hallo, met een nieuwe video. Met Arda Seimak. Ik ben 7 jaar en ik zit op voetbal. En ik doe privé voetbals. Voetbaltrainingen. En... Kun je iets laten zien? Ja, dit is onze kamer. De auto, nee joh. Jongens, hoe was jullie training? Goed. Vonden jullie het leuk? Ja. Lekker gedoucht. Lekker. We gaan lekker nu eten. Vasta heeft lekker gekookt. Harira, mama, soep gemaakt. Mama, gewoon eten bij Tyra naar de zon kijken. Bij Tyra? Ja. Oh, over die, hoe heet die man? Recep. Echt goed. We gaan niet meer. Hij moet nog wel van Netflix. Wie? Wie weet je? Maar hij mag ook naar Netflix. Mama? Hij mag ook naar Netflix. Kan ja, hij kan gewoon niet nog op ons account. Ja. Nee, die weet je met hij doodgemaakt en een. Je weet toch die hele grote sneken? Ja. Slang. En het was zo groot. Ja. Gewoon zo dik. En hij had hem doodgemaakt. Tegen mijn kijkers zeggen. Naar mensen die nu al naar al deze vlog zitten te kijken. Wat willen jullie zeggen? Nee, is niet leuk. Maar nou, ik doe dansen niet in één. Oké, en zei Arda, wat wil jij tegen hem zeggen? Zeg maar gewoon iets, maakt niet uit, verzin maar wat. Jij eet heel veel chocolade. Ja, die 1, 2. Oké. We are coming, Asna. Ga je deze online zetten? Ja, deze ga ik online zetten. Je hebt toch wel de video waar als je gaat kijken daaronder, kan je toch typen? Subtitles? Ja. Ondertiteling? Ja. En ik wil als iedereen hun naam dus. Oh, reacties? Ja. Oh, dat iedereen hun eigen naam onder de reactie zet. Ja, wil je dat? En ook. Dan zeg je gewoon, willen jullie naam onder deze vlog zetten? Oké. Okay. Waarom wil je dat dan? Ik weet wie hun zijn. Wil je weten wie hun zijn? En ik wil ook weten uit welke stad of uit welk land jullie komen. Ja, dat is een goeie. Uit welke stad en uit welk land komen jullie? Dat wil Arda even weten. Dan ga ik ook straks met Arda naar deze niet naar deze vlog terugkijken, maar we gaan dan wel reacties lezen. Arda. Ja, kom maar. Arda. Heb je de pantoffels, jongens? Doe pantoffels aan. Welke die was, dat vind ik niet. Wat? Kan je niet meer vinden? Ja. Ik zoek wel voor jou.
Hi guys, good morning. Vandaag leef ik op zaterdag. Het is 10 februari. Morgen is de verjaardag van Moes. En zoals jullie kunnen zien ben ik in Alia. En de laatste beelden die jullie hebben gezien was ik ook in Alia. Toen ben ik teruggegaan naar Banderma. Heb ik de auto meegenomen. Heb ik de hele week eigenlijk doorgebracht. Tenminste 3 dagen hebben we in Banderma doorgebracht vanwege de school van de kids. En gisteren na de schooltijd heb ik de kinderen opgehaald en ben ik teruggekomen naar Alia. Moes moest afgelopen nacht in Theses op de club slapen, want ze hebben zometeen een wedstrijd. We gaan nu naar de wedstrijd, ik neem jullie gezellig mee. Is mijn eerste wedstrijd hier in Alia die ik ga zien. Wel de tweede wedstrijd van de kids, want toen ik in Dubai was zijn de kids wel naar de wedstrijd gegaan. Ze zeggen dat het een hele mooie stadion is. Het stadion heb ik wel van de buitenkant gezien, maar niet van de binnenkant. En ik ben benieuwd en we gaan nu even Moes supporten en we gaan pas maandagavond terug. Want kids zijn maandag vrij en Moes is morgen jarig en morgen willen we de hele dag gewoon met hem doorbrengen. En hij is toevallig morgen ook vrij. Ik ben echt letterlijk met 2 koffers gekomen hier naartoe. Ik heb net mijn papa, haar beetje. Ja, papa is toch morgen jarig? Ik heb echt net mijn haar bijgekruld met de 25mm. Krultang van Mika. Alleen ik weet niet waar deze pony over gaat. Zo, ik lijk bruin. Maar dat heeft echt te maken met die bronzer die ik heb. Ik moet nog een cadeautje geven aan papa. Nee, we hebben al cadeautje voor papa. Maar ik en haar dan niet. Nou, jullie zouden een tekening maken. Die kunnen we vandaag maken, toch? En het is super lekker weer. Dit is het uitzicht, by the way. Ja, dus we zijn hier om Moes te supporten. En dit is mijn outfit. Deze jeans die ik bij een boutique heb gekocht tegenover mijn huis in Banderma. Prada boots. En deze jas. En een witte blouse. Mijn witte blouse ga ik jullie niet laten zien, want ik wist niet dat Moes geen strijkijzer hier had. En ik wilde hem strijken, maar hij heeft blijkbaar geen strijkijzer. Dus misschien even straks of morgen strijkijzer halen. En ik heb geen... Ik heb wel nog een shirt mee, maar ik ga nu met de shirt naar buiten. Dat ga ik absoluut niet doen. En ik heb ook nog een trainingspak mee, maar daar heb ik ook geen zin in. Maar goed, ik neem jullie gezellig mee. Let's go. Luister, wat willen jullie eten? Oogballetjes. Mijn baby is morgen jarig. I love you. Ik heb die spiegel aan het instellen. Had jij die aangeraakt? Eigenlijk niet. Hoe dan? Nou, Moes, wat vond je van je wedstrijd? Ja, we speelden echt goed. 2-0 gewonnen, hè? 2-0 gewonnen en we speelden ook gewoon echt heel goed. Ja, klopt. Vandaag speelden jullie goed. Vooral tweede helft. Ja, maar ook dat is beter. Moes is morgen jarig en ik zat serieus met Arda en Zee na te denken over oké, wat zullen we voor papa halen? Een zonnebril, een auto, zeiden ze. Een nieuwe controller, een PlayStation 7, wat nog helemaal niet bestaat. Ja, en weet ik het wat allemaal, zegt Zee opeens heel serieus. Ik weet het. Wat zei je, Zee? Een nieuwe girlfriend. Een nieuwe girlfriend. En een nieuwe snor. Een nieuwe snor. Oh, dat moest die. Nieuwe snor, een nieuwe girlfriend. Dus ik zeg, oh, als papa een nieuwe girlfriend heeft, dan ga ik weg. Nee. Zegt hij, nee, iedereen heeft 2 girlfriends. En dan zegt Arda, ja, en Tjena hebben 4 vrouwen. Helemaal stuk. Dus daarom mag papa ook 4 vrouwen? Ja, nee. Maar dan weet ik toch niet aan wie ik moet vragen, dit dan. Nee? Is dat het enige probleem? En ik dan? Jij mag 5 girlfriends hebben. Nee, 5 broers. 5 broers, ja, broer.
Maar geen boyfriend. We gaan naar Izmir, jongens. We hebben besloten om naar Izmir te gaan. We gaan daar gezellig naar Istia Park vandaag. Ja, en ik neem jullie gezellig mee. Nee, Zuma heb je daar niet, schatjes. We gaan sushi eten, maar niet Zuma. Moesie, wait one second. Ja. Wat heb je gevonden? Hello Sweetie. Hello Sweetie? Kijk wat cute. Wij zijn op zoek naar een sushi restaurant. Moes, jij loopt gewoon, hè? Ja, op een spits links is 50% kans. Hey. Nou jongens, we zitten bij Barba Sushi Restaurant. Een lekker sushi eten. We hebben van alles en nog wat besteld. Moes, we hebben jou zo gemist. Hebben jullie papa ook gemist? Ja. Ja, hè? Wij zijn in Izmir aan het chillen. En Hasna is in Istanbul aan het chillen. Moes, jij ook? Ja, deze lijkt op die van Zuma. Ja, echt. Ja, hè? Ja, klaar, Moes. Ja. We zijn in een candy store beland. Zijn we blij? Ja. Leg maar, geef maar aan papa, geef het aan die vrouw. Hadi. Warm hier binnen. Ja, man. Guys, kijk waar ik ben beland. Bij Godiva. We hebben heel veel rondgelopen. And now it's time to end the day. Lekker, jongens? Lekker, Moes? Lekker. Hoe is je koffie? Ja? Hi guys, ik heb hier mijn spulletjes ingepakt. Ik ben thuis in Banderma, we leven vandaag op vrijdag en ik ga nu vertrekken. Ik vertel jullie zo meteen de auto waar naartoe. Ik laat jullie even zien wat ik aan heb. Ik heb deze pak aan van Ivy Park van Beyoncé van Adidas. Toen ze nog best wel vaak haar kleding uitbracht in samenwerking met hun. Dus dit is van haar collectie, dit is best wel een oude pak. Maar altijd als ik deze aan heb, vragen mensen aan mij waar ik deze vandaan heb. En that's it. Ik moet jullie echt zo voorbij kletsen. Just wait for it. Waiting for my team. Dames zijn naar mijn nieuwe vlogcamera aan het kijken. Oep. Nou jongens, ik zal jullie nog vertellen wat ik aan het doen ben. Ik ben aangekomen in Istanbul, 2,5 uur gereden. Ik ben met Susanna, Sophia en Betur. Want wij hebben een worktrip to Istanbul. De dames zijn net vanuit Nederland gekomen en wij gaan even kijken. A, B, C, D, E. Ik moet naar E. En wij moeten dus, we gaan zo inchecken in ons hotel. Of in ons appartement. Ik heb een appartement geboekt waar ik ook 2 jaar geleden was met voor mijn verjaardag met mijn vriendinnen. En ik laat jullie straks bij, want we hebben overmorgen een shoot hier. Hi guys. Hello. Wat zijn jullie aan het doen? Nagelslakken. Jongens, we zijn ingecheckt. Dit is ons appartement. Hi, Suzanne is omgekleed. Hello. Ben de ellende hier. Maar dat hoort erbij. It's girls trip, work trip. Dit is een van de slaapkamers. Oh mijn god, ik ben kapot door. Ik heb het gewoon geschud dat ik het nog mee moet nemen. Ja, maakt toch niet uit. We kunnen plastic halen. Ja, en de meiden hebben voor mij mijn favorite
Lip Perfector meegenomen van Clarence in nummer 06, waar ik zwaar verslaafd aan ben. En deze was bij mij op. Ik heb in Turkije is deze altijd uitverkocht, of soms hebben ze hem niet eens op voorraad. Tenminste, ik bedoel niet eens, verkopen ze hem helemaal niet. Maar goed. Hola, hola! En dan hebben we hier de slaapkamer nummer 2. Zoals ik al zei, ik heb hier ook gezeten toen met mijn vriendinnen. 2 jaar geleden voor mijn birthday. En het is gewoon een ideale locatie. Het zit echt tussen Taksim en Nishantasje in. En als je alleen maar komt slapen hier en je gaat voor de rest alleen maar buiten hangen, is dit echt ideaal. Vooral als je met vriendinnen bent. Wij gaan nu de deur uit. We gaan even ergens een drankje doen en een hapje eten. En that's it. En daarna lekker terug en naar bed. Good morning, jongens. Hallo. Sophia is hier achter trouwens, is achter de deur. Ik ga hem even niet op beeld zetten. Suzanne, met welke krultang ben je aan het krullen? 25 mm, toch? Oké, en waar is mijn andere girly girl? Hallootjes. Hallo. Good morning. Good morning. Iedereen is aan het klaarmaken. Ik ook trouwens. En kijk eens. Bende ellende hier, let niet op de bende. Bettel heeft deze uit Nederland voor mij meegenomen. Ik had ze gehaald. Ik vind ze zo leuk, zo'n mooie kleur. Niet normaal. So happy. En ik heb ze ook voor Bettel gehaald, voor haar birthday. Dus twinning. Alleen ze heeft ze niet mee naar Istanbul. Maar dat maakt niet uit, 1 dag kunnen we ze samen rocken. Dat is van de nieuwe collectie. De website van Nike. Ik vond die kleuren gewoon zo leuk voor de zomer. Goedemorgen, wij zijn op de Uber aan het wachten, want we hebben vandaag besloten om niet met de auto te gaan. Onze auto staat hier in de garage, maar we gaan gewoon rustig met de Uber. Oh, daar is die volgens mij. Nee. Kenteken is 34 Ted, 23. Morning guys. Heb je lekker geslapen? Zeker. Ja? Ja, ik ook. Thanks for asking. grappig. Maar we gaan nu als eerste naar Kapalletjes. Vandaag hebben we een chill dag. Vandaag ga ik de hele dag de dames Istanbul laten zien. We gaan beginnen bij Kapalletjes, bij Grand Bazaar. Want die is morgen dicht. Vandaag leven we trouwens op zaterdag. En En vandaar dat we dus ook gewoon lekker met de Uber of de taxi willen. Want als we met de auto naar Kapalletjes moeten en daarna misschien naar Nishantasje. Nee, dat gaat echt niet gewoon. Waar is die nu? Jongens, ik heb koffie gemorst op mezelf. En deze man is nu, onze chauffeur is nu ons aan het waarschuwen voor... hoe noem je dit? Heuvels. Bobbels. Ja, oh ja, hoe? Bobbels. Bobbels, ja. Bobbels, heuvels. Bobbels. Bobbels, heuvels. Het is allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde. Dus Anne, zit je lekker? Ja? Heel mooi.
Wait, that ja, daar. Ik wil even kijken of die niet te groot is voor mijn pols. Nee, of niet, weet je. Maar je kan hem wel buigen als je hebt gedaan. Ja, hè? Nou, we zijn bij de kapper beland. Bij San Coafor. Sophia gaat laagjes knippen. Betje gaat dik toe en Suzanne die zit daar. Mooi, Sophia. Ja, yeah. Maar één. Ja, ik weet. Ze is bang. Sophia was krullen. Ze hebben haar haar gesteld. En ze gaat laagjes knippen. En mijn haar is heel stijl. En zij heeft dan... blow-out. Oké. Ja, soort van. Half slag, half blow-out. En ik heb dus gewoon mijn haar laten wassen en stijl laten. Kijk hoe lang mijn haar is, jongens, als mijn haar stijl is. Maar dat heeft te maken met dat ik morgen dus hebben we een shoot. Ik vind het wel wat hebben. Ik moet misschien wel vaker mijn haar helemaal zo stijl doen. Ja. Ja. We zijn ook bezig. Sophia, het wordt mooi, don't worry. Ja. Zij is bang omdat ze boskrullen heeft, is ze bang dat haar haar niet goed wordt geknipt. Maar dit is wel een van de beste kappers hier in Istanbul. Dus dat moet goed komen. Goedemorgen jongens. We hebben vandaag een shoot voor Mika. Het is zondag. Iedereen is ready. Ik ben ready. En we go. We hebben allemaal nog slaaphoofden, maar dat maakt niet uit. We zijn veel te laat naar bed gegaan. Moet ik praten? Nee. Nou, de dames zijn bezig met strijken. Dit zijn de outfits. Stomen. Aan het stomen, ja, strijken, stomen. Ja, dit is al helemaal goed. Dit zijn de sieraden die wij gaan gebruiken. Echt super mooi, kijk. Heel mooi. Het zijn allemaal met dezelfde steentjes. Dit zijn ook de schoenen. En we gaan zo beginnen met shooten. Daar is Malika. Nee, hoeft niet. Nou, we zijn bezig met de eerste shot. Hier is Bethuen. Daar is Sophia. En Malika is even snel gaan omkleden met de eerste outfit. En die sieraden. Oh, deze lachend is heel mooi voor je Insta. Echt heel mooi. Zo. Zo. Anders zie je iets. Kom niet, kom niet. Want
zaten eerst te denken om een stylist te nemen. Maar uiteindelijk hebben we onze eigen styling gedaan en het is echt top. En morgen vlieg ik naar een ander land. Naar een land waar ik al een jaar naartoe probeer te vliegen. Naar een land waar ik al 4 jaar, 5 jaar niet ben geweest. En ik vertel jullie straks of morgen wel welke land het is. En ik ben ook echt verrot. We zijn allemaal verrot. Good morning guys, good morning. Vandaag leven wij op maandag. En Suzanne, Bethel en Sophia die gaan zometeen richting de airport. Naar Sabiha Gökçen, want ik had voor hun een vliegticket geboekt naar Sabiha Gökçen, omdat ik eigenlijk via Sabiha Gökçen altijd naar Bandırma rijd. Dus ik denk, ja, dat is makkelijk, dan zet ik ze daar af en dan rijd ik gelijk door naar huis. Maar de plannen zijn gewijzigd, hun gaan alsnog naar Sabiha Gökçen, maar wij hebben voor hun een taxichauffeur geboekt die we hier altijd hebben. Dus hij brengt ze. En ik ga zo naar mijn moeder toe, want mijn moeder is hier met haar 2 vriendinnen. Dus ik ga even middagje doorbrengen met mijn moeder. En daarna ga ik naar de grote airport. Want na een jaar strijden, echt na een jaar strijden om een visum te krijgen. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Maar doordat ik een Europese nationaliteit heb. En door al die sancties en alles. En omdat ik geboren ben in Rusland. Kreeg ik dus continu geen visa om naar Tsjechië te gaan. En dat is dus nu wel gelukt. En ik moet mijn Russische documenten regelen, mijn Russische paspoort en weet ik wat allemaal. En ik moet ook mijn documenten regelen in Tsjechië. Er is best wel veel ook omtrent mijn vader, zijn nalatenschap en mijn broertje en mijn zusje die dingen moeten regelen daarvoor. Terwijl mijn vader al heel lang geleden is overleden. Goedemorgen, goedemorgen. Bende ellende, bende ellende. Wij zijn gisteravond weer super laat gaan slapen. We hebben het super leuk gehad, we waren echt KO, hè? Ja. Maar goed, ik zeg altijd, het is tijd van komen en tijd van gaan. Dit is mijn outfit, want naar het land waar ik naartoe ga, kan ik dus geen broek dragen. Trouwens, een jurk die ik een tijdje geleden heb gekocht, die ik ook in mijn Dubai vlogs aan had, die heb ik gecombineerd met mijn Prada boots. En ik krijg ook heel vaak de vraag waar deze ketting vandaan komt en wat hierin staat. Hier staat... hierin staat Arda en Zeyn. En deze ketting heb ik gewoon bij een random juwelier hier in Turkije laten maken. Of in Bandırma. En deze ketting is van Sibel. Met die 3 hartjes. En die heb ik toen voor Arda en Zeyn voor de moederdag gekregen. Een paar jaar geleden. En er staan 3 letters in. A, Z en M. M van Mustafa, Z van Zeyn en A van Arda. En ik heb mijn haar nog van gisteren. In de krul van de shoot. Ik ga je zo meteen even uitborstelen. En ik laat mijn haar gewoon lekker zo. Wat ik jullie ook wil laten zien is. Ik heb dus een Nissan tasje bij Louis Vuitton. Heb ik deze zonnebril gekocht. En deze was. Echt net de dag voordat ik hem had gekocht. Dus 3 dagen geleden in principe. Was die uitgekomen, is van de nieuwe collectie. Wij liepen langs de winkel en toen zei kleine Sophia van, oh my god, Mie, kijk die zonnebril. Maar in de etalagepop had die etalagepop had een lichtere versie hiervan aan. En dit is dus de zonnebril. En ik ben zo verliefd hierop. En ik hoop dat ik hem niet kwijt ga raken. Nee, ga ik zeker niet doen, want ik ben echt zat dat ik iedere keer mijn zonnebrillen verlies. Maar mochten jullie op zoek zijn naar een leuke zonnebril, van een nieuwe collectie. Ik zou zeggen, kijk deze van Louis Vuitton. Deze hebben ze dus ook in een witte kleur. Zo'n beige wit, zeg maar. Crème. Zo'n crème kleur. Echt super mooi is die ook. Kijk, zo is die. Zien jullie dat? Tada! Ik vind hem echt mooi. Nou, mijn girls die gaan, jongens. Ik ga jullie missen. Hebben jullie het leuk gehad? Zeker. Fijne reis. Dankjewel. Hey baby, I love you, I love you, I love you. Hi guys.
Kijk eens wie hier is, mijn lieve mama. Hi mama. Ik ben met mijn moeder herenigd in Istanbul. Ik ga nu met haar vriendinnen. En haar ga ik even wat eten, toch? Gaan pizza eten. En ik vlieg vanavond naar Tsjetsjenië, jongens. Ja, ik vlieg naar Tsjetsjenië, ik vlieg naar Grozny, ik ga naar mijn familie, ik ga mijn broertje zien, mijn zusje zien en ik ga alles voor jullie op beeld zetten. Dit wordt echt een super spannende reis. Zo goed, zie je het zo? Dit wordt zo een spannende reis. Ik heb zoveel zenuwen, dat willen jullie niet weten. Echt, ik heb zoveel zenuwen. Ik was zo lang aan het wachten totdat ik naar Tsjetsjenië kon gaan. En ik ben ook blij dat ik even mijn moeder heb gezien. Mama, I love you so much. Zo lang dat je ook nog eens gaat. Samen zal het een beetje lekker meer. En ja, ik ga jullie eindelijk meenemen naar mijn childhood. Ik ga proberen om zoveel mogelijk voor jullie te filmen.